Schudden kan zowel direct als indirect uitgevoerd worden. Belangrijk bij het schudden is dat de uitgangshouding zo ontspannen mogelijk gekozen wordt. Voor het bovenbeen is dat buigen. De spier wordt bij directe schudding omvat en uit zijn ligging gebracht en dan uit zijn ligging heen en weer bewogen. Dit is het directe schudden van het bovenbeen. Bij het indirect schudden wordt de hand onder de knie gezet en de beweging van binnen naar buiten uitgevoerd. Voor de kuit kan ook in deze uitgangshouding direct geschud worden. En indirect geschud worden. Hierbij wordt de hand rond het enkelgewricht gehouden. En het been weer naar binnen en naar buiten bewogen. En schudden van de voet, alleen indien gewenst en er geen pijnlijke enkels aanwezig zijn, kan op deze manier de voet geschud worden.